We gaan beginnen! Daar zijn we weer, beste kampeerders van Nederland en België. Hou eens op. Welkom bij de Campingrent live shows. Het is nog steeds coronatijd, maar wij kunnen prima onze live shows vullen met interessant kampeernieuws. Fijn dat jullie allemaal weer kijken. Meteen maar even voorstellen, ik ben Jos Mark van Camping Trend. Nou, en ik ben Dick William Haring. Geef ons even een duimpje als je kijkt, want dat willen wij heel graag weten. En al die duimpjes, daar worden wij weer blij van. Ja. Nou, deze aflevering gaan we het hebben over integraal campers. De koningsklas zonder de campers. En aan het eind van deze show gaan we binnenkijken in een camper van dik 1 miljoen euro. Dus blijf even hangen, in een kwartiertje praat je helemaal bij. Nou, zoals je ziet zitten we niet op de camping, maar zijn we in Nieuw-Vennep. En hier staat het Alco Service Center, splinternieuw, net uit de doos, vorige week geopend. En hier kun je terecht voor alle mogelijke upgrades voor je caravan en, of je camper. En dat loopt allemaal via je eigen dealer en daar hebben we later in deze show een filmpje over. Nou, en ik verklap het maar vast, we mogen een Alco Ranger weggeven. Dat is een caravan mover. En dat doen we volgende week. Nou, Jos en ik hadden natuurlijk al lang in Duitsland, Frankrijk of Italië moeten zitten bij al die caravan- en campermerken voor het nieuws van 2021. Al die nieuwe modellen. Maar dat loopt nu even anders door corona. Maar niet getreurd, de zon schijnt, de grenzen zijn bijna open en wij informeren je nu over het belangrijkste nieuws dat je nu al gewoon bij de dealers in de showroom kunt zien staan. En daar hebben we een hele serie live shows over gemaakt. En die kun je allemaal terugzien op YouTube. Je moet alleen even zoeken op campingtrend.nl. En hier staat het nog even onder in beeld. En als je dan toch op YouTube bent, word dan vriend van onze show en druk op dat belletje. Dan mis je geen enkele kampeervideo meer. Ja. Die live shows die we hebben gemaakt kun je dus terugvinden. En die gaan over vouwwagens, over soorten caravans, over alle soorten campers. En vanavond gaat het dus over de integraal camper. De tweede aflevering alweer. Elke avond kun je wat bij ons winnen. En volgende week is dat dus die Alco Caravan Mover. Ter waarde van bijna 1600 euro. Zorg dat je kijkt, hè. Vorige week gaven een Mastic waterkoker en een broodrooster weg. De winnaar maken we aan het eind van deze show bekend. En deze aflevering geven we van Tedford een Potta-Potti set weg. Compleet met alle vloeistoffen. Nou, zo heb je dus altijd je eigen privé-sanitair mee op vakantie. En dat is fijn als je met de tent of met de vouwwagen op stap bent. Het lijkt wel een prijzenfestival, de W. Maar wat moet je eigenlijk doen om je eigen sanitair te winnen? Om je eigen sanitair te winnen hoef je alleen maar deze live show een duimpje te geven. En word vooral vriend van de show op YouTube. Dat vinden we heel erg belangrijk. En als je die show dan ook nog een keer deelt bij je vrienden en in de kampeergroepen die je volgt, nou, dan maak je een hele dikke kans op die Potta-Potti set voor op de camping. Deze live show gaat over integraal campers en daarom starten we met het eerste setje filmpjes. Twee interessante integraals, maar om alvast een beetje in de vakantiestemming te komen, reizen wij af naar Kroatië en bekijken we de stad Poreč. Weet je nog wel de week? Oh, heerlijk. Ooit was het een belangrijke grens van het Romeinse Rijk. En als je hier in augustus bent, tijdens de Ferragosto, dan wemelt het hier nog steeds van de Italianen. De stad Poreč had namelijk zo'n strategische ligging dat zo'n beetje alle volkstammen en landen hier ruzie hebben lopen maken. De Oostenrijkers, de Turken, de Duitsers en in de Tweede Wereldoorlog hebben de geallieerden hier zelfs de boel nog gebombardeerd. Nou, tegenwoordig is het een van de belangrijkste toeristische trekpleisters naar Pula en Rovinje. En het leuke van dit havenplaatsje zijn de winkelstraatjes Decumanus en de Cardo Maximus. Ooit aangelegd door de Romeinen. Ook leuk is de Eufratiusbasiliek, waar ooit de bisschop woonde. De kathedraal is inmiddels de derde op diezelfde plek, want na nummer 1 uit de eerste eeuw na Christus volgde een grotere in 4000 na Christus. En nummer 3, deze dus, die stamt uit de 6e eeuw. Van die eerste twee kerken kun je nog steeds de overblijfselen zien, waaronder de mozaïekvloeren. Nou, dat katholieke geloof was hier nog best een dingetje in het begin, want de eerste bisschop, Mavar heette die, die werd hier door de Romeinen doodgemarteld en daardoor ook meteen heilig verklaard. Dat dan weer wel. Nou, die kathedraal is echt heel bijzonder met zijn prachtige gouden mozaïektaferelen waarin niet alleen de hand van God te zien is, maar ook Jezus, de Maagd Maria en de bisschop. En zijn zoontje. Want als priester mocht je natuurlijk niet trouwen, maar als bisschop weer wel. De toren stamt uit de 16e eeuw en na 120 treden heb je een fantastisch uitzicht over zee en het binnenland. En vanuit de haven hier kun je 's avonds romantische dolfijnexcursies boeken, maar je kunt hier ook met die snelle katamaran naar Venetië, 100 kilometer, een trip van 2,5 uur. 's Ochtends tegen je 8 uur weg,
S'avonds tegen 8 uur terug. En dan weer lekker naar de camping. Camping Istra ligt hier een kwartiertje vandaan met de auto of nog korter met de watertaxi. Een 300 pk sterke speedboot voor 30 kuna per persoon. Omgerekend nog geen 4,5 euro. Dit jaar viert Leica zijn 55-jarig jubileum. En daarom hebben ze de populaire EcoVip-serie flink onder handen genomen. We bekijken de jubileumeditie van de 709 integraal. En je kunt nergens aan zien dat dit een speciale editie is. En dat doen ze heel bewust bij Leica. Ze willen dat graag een beetje ingetogen houden. Wat maakt zo'n wagen nou zo bijzonder? Nou, als eerste het front. Dat komt rechtstreeks uit de premiumlijn van Leica. Dat is de Creos-serie. Standaard voorzien met xenonverlichting. En dat schijnt verder en breder. En dat zorgt dus voor een stukje extra veiligheid. De wanden van deze wagen zijn van aluminium en dak. En bodem zijn weer van polyester. Prima bescherming tegen hagel en steenslag. Verder zien we een grote garage met standaard twee deuren. En die garage is ook van binnenuit bereikbaar. En dat is weer handig bij slecht weer. De 709 is gebouwd op een Fiat en heeft een dubbele vloer waarin de watertanks zijn verwerkt. Helemaal winterproof. En als je van wintersport houdt, dan kun je hem als optie laten afleveren met al de vloeistofverwarming. Dan kun je de garage bijvoorbeeld als droogkast gebruiken voor je skikleding. De camper heeft centrale deurvergrendeling en de toegangsdeur heeft weer die typische Leica prullenbak. Een dubbele zelfs, zodat je afval kunt scheiden. De instap is met twee treders en die zijn allebei verlicht. Nou, binnen zien we een warme houtkleur gecombineerd met witte kastkleppen en het plafond heeft 6 mm extra schuimisolatie aan de binnenkant. Als het regent, kletteren die druppels dus veel minder hard op het dak. Tenminste, dat hoor je minder goed. Leica's hebben een huiselijk sfeertje. Bijvoorbeeld door de voile hanggordijnen. Geen zijgordijnen, want dat vinden ze bij Leica een beetje oudbollig. De tv is netjes weggewerkt, zodat je overdag niet naar zo'n lelijk zwart ding zit te kijken. De keuken heeft twee spoelbakken. Ik ken geen camper die dat heeft, maar thuis hebben we het bijna allemaal. Nou, verlichting is ook een dingetje bij Leica. Alle lampjes zijn aparte schakelen en er is veel aandacht voor indirecte verlichting en sfeerverlichting, zoals onder het hefbed. Nou, het zijn allemaal details die deze 709 echt bijzonder maken. Slimme kleine oplossingen zoals handgreepjes, kledinghaakjes, noem maar op. Elke Leica-ontwerper moet verplicht 5 dagen op pad met zo'n wagen. Dat zie je gewoon terug in die campers. Met Leica kies je dus bepaald niet voor een 13 in een dozijn camper, maar echt voor iets bijzonders. Knaus presenteert de Live-E, een compleet nieuwe integraal van modeljaar 2020. En het bijzondere is dat ze hem introduceren voor de prijs waar je normaal gesproken een half integraal verkoopt. Rond de 73.500 euro. En dat is dus echt een bijzondere prijs, want meestal betaal je voor een integraal camper zo'n 90 tot zelfs 100.000 euro. Is dit dan een uitgeklede versie? Nee, want je kunt er zo mee op vakantie. En ook van binnen is het echt een nette camper. Met een mooie ingetogen houtkleur en moderne bovenkastjes in twee kleuren. De integraal heeft standaard een hefbed dat in de cabine uit het plafond zakt. En achterin twee enkele bedden waar je een tweepersoonsbed van kunt maken. De keuken heeft een 3-pits gaskookplaat, volop ruimte voor kookgerei en een hoge koelkast. En van buiten ziet hij er ook gewoon super strak uit. Witte beplating, lichtmetalen wielen, een stoere, mooi afgewerkte grill met speciaal voor Knaus ontwikkelde LED dagrijverlichting. En kijk achterin even naar de garage. Daar kun je met gemak twee fietsen in kwijt. Een 4-persoons integraal camper voor de prijs van een half integraal. Die moet je straks na de zomer echt even gaan bekijken bij de dealer. Dat is een mooie wagen, Knaus. Zeker. En vanaf volgende week kunnen we daar ook weer mee op reis. Want volgens premier Rutte mogen de grenzen weer open. Yay. Echt. En zo. Daarom willen we van jullie graag weten, waar gaan jullie heen deze zomer? Wordt het kamperen in eigen land? Of ga je misschien toch nog naar het zuiden of misschien wel naar het noorden? Nou, laat het even weten hieronder in de comments. Dat vinden wij leuk om te zien. En nu we hier toch zitten, DW, als jij weggaat, gaat die motorfiets dan mee? Ik rij er veel te weinig op. Dus het zou wel leuk zijn om hem als boodschappenkarretje mee te nemen. En ik ben aan het sparen. Ik heb hier al een beetje rondgekeken bij Alco. En hier kun je nog voor veel meer dingen terecht. Ook voor je caravan trouwens. Hebben we een leuk filmpje van? Kijk maar mee. Alco kennen we van de onderstellen die onder caravans en campers zitten. Maar Alco doet veel meer. Want naast al die chassis maken ze bijvoorbeeld ook assen voor caravans. Antislingersystemen. Caravan movers. En voor campers maken ze fietsendragers, luchtveringssystemen en levelsystemen. Zodat je de camper met een druk op de knop waterpas kunt zetten. En zo'n systeem hebben ze trouwens ook voor de caravan, level C heet dat. Alco heeft daar verschillende merken voor in huis. Ze maken spullen onder eigen label, maar ze hebben ook merken als Savico en EMP. En dat soort systemen bestel je gewoon bij je eigen dealer.
En als je nou ergens op vakantie bent en er ontstaat eens een keer een probleem, dan kun je terecht bij een van de Alco klantencentra in Frankrijk, Italië of Duitsland. En vanaf juni is er een zesde servicepunt bij in ons eigen land. Want hier in Nieuw-Vennep is een splinternieuw Alco klantencentrum ingericht met een oppervlakte van maar liefst 1600 vierkante meter. En behalve een werkplaats zijn er buiten ook nog drie camperplekken met een stroomaansluiting. Want in die werkplaats, daar worden specialistische klussen uitgevoerd voor de dealer. Maar dan kun je via je eigen dealer ook als consument terecht. Voor servicewerkzaamheden bijvoorbeeld, of als je uitbreidingen voor je camper wilt of upgrades voor je caravan. En dat is bijvoorbeeld handig als de werkplaats van jouw dealer helemaal is volgepland. Dan ondersteunt Alco de dealer en kunnen hun klanten hier in Nieuw-Vennep geholpen worden. Zo voorkom je dus lange wachttijden en dat is voor iedereen fijn. Vandaar die camperplekken, vandaar die showroom en vandaar die relaxte lounge hierboven met koffie, wifi en zelfs verse broodjes. Daar kun je dus wachten tot de werkzaamheden zijn uitgevoerd, klaar terwijl u wacht. Alco Nieuw-Vennep wordt trouwens ook gebruikt als een expertisecentrum voor Nederlandse dealers en monteurs. Die kunnen hier trainingen volgen voor de allerlaatste technische snufjes van Alco. En zo timmert Alco lekker aan de weg hier in Nieuw-Vennep. Niet alleen voor jou, maar dus ook voor je dealer. Zitten op de camping, dat willen we natuurlijk allemaal. Een campingstoel die moet licht zijn, die moet sterk zijn en ook nog compact op te vouwen. Deze Barletta stoelen voldoen daar allemaal aan. Ze hebben een lichtgewicht aluminium frame en daardoor zijn ze makkelijk te vervoeren en lekker stabiel. En ze hebben Hermes bekleding. Dat is elastisch en lekker dik. En het zorgt ook nog eens voor een goede drukverdeling. Het is luchtdoorlatend, dus je krijgt ook niet zo'n zweetkont. En na een regenbuitje droogt het ook nog eens supersnel op. In de Barletta Comfort serie kun je kiezen uit drie modellen. Deze comfort kun je verstellen in 7 standen. Hij heeft een geïntegreerd hoofdkussen, een extra lendensteun voor je rug en een handig opbergvak aan de achterkant. De Comfort Plus heeft dat ook allemaal, maar die is beter geschikt voor mensen boven de 1,80 meter. Hij heeft een verhoogde rugleuning, hij heeft grotere armleuningen, hij is wat breder en hij heeft een hoger draagvermogen. En dan heb je ook nog de Barletta Comfort Flex, dat is deze. En die is nieuw in de collectie. Hij heeft een verstelbaar hoofdkussen, zodat je hem aan je eigen lengte kunt aanpassen. En dat is natuurlijk heel makkelijk. En als je nou echt lekker lang uit wilt genieten, dan heeft Barletta ook nog een lekker lichtbed in de collectie. Nou, op die stoelen kun je lekker buiten gaan zitten wachten tot ze hier bij Alco die caravan mover onder je caravan hebben geschroefd. Want die kun je volgende week bij ons winnen, bij Camping Trend. Nou, een fantastisch mooie prijs, ter waarde van €1.595. En nu we het toch eventjes over caravans hebben. Jos, als jij een caravan zou hebben, wat zou jij er dan op laten schroeven? Nou, bij mij op mijn verlanglijstje staat sowieso een caravan mover, want ik ga echt niet meer aan zo'n caravan lopen trekken. En als het met afstandsbediening kan, ja, waarom zou ik het dan anders doen? En ATC natuurlijk, dat is dat anti-slingersysteem. Dat zorgt ervoor dat je caravan gaat remmen als hij in de slinger dreigt te raken. En ja, als ik dan nog een patiënt over heb, dan wil ik ook zo'n level systeem hebben. Want dat hebben ze hier ook, dat heet level C. Je caravan waterpas zetten met je handen in je broekzakken. Ik hou ervan. En ja. Voor je camper de week, kan er nog wat bij? Eigenlijk niet. Ik zit volgens mij al aan het maximum gewicht. Luchtwilling zit erop. Hydraulische stelpoot om een waterpas te zetten. Misschien nog een keer een motordrager van Savico. Die staat op de verlanglijst.
Dan kan er een brommerscooter of dat lichte motorfietsje mee op vakantie. Een soort boodschappenkarretje om stokbrood te gaan halen in een dorp verderop. Maar waar ik nou benieuwd naar ben, wat zouden jullie op je caravan of camper willen schroeven? Laat dat even hieronder weten. Misschien hebben we daar al, waarschijnlijk hebben we daar al een keer een video over gemaakt. Maar als dat niet zo is, dan gaan we die gewoon nog een keer maken, Jos. Oh, prima idee. Kom maar op met je suggesties. Dan kijken wij ernaar en dan kijken we of we er even snel een video van kunnen maken. Precies. En dan gaan we nu verder met het derde blok van deze liveshow met weer een paar lekkere integraal campers. Daarna maken we de winnaar bekend van de Mastic waterkoker en broodrooster. En aan het eind kijken we binnen in een variomobiel met een prijskaartje van 1,3 miljoen euro. Hoeveel? 1,3 miljoen. Als je het snel zegt, dan lijkt het niet veel. Dat ze het kunnen maken voor dat geld. Nou hè. We staan hier bij Malibu op de stand en dat is het tweede merk van Carthago, de fabrikant van campers in de premium klasse. En wat nou zo interessant is, die Malibu is gewoon Carthago kwaliteit en heel veel Carthago slimmigheidjes zitten ook in deze wagen verwerkt. Hier bekijken we de integraal van Malibu, de i441LE, waarbij dat LE staat voor lengtebedden. En het bijzondere in deze camper is dat ze hem lekker compact hebben kunnen houden. 6,65 meter, terwijl de meeste campers met lengtebedden toch echt gewoon 7 meter zijn. Die compacte lengte maakt hem net even wat handzamer en door zijn breedte van 2,27 meter heb je toch heel veel binnenruimte. Je moet die badkamer bijvoorbeeld even zien. De camper heeft een dubbele bodem. Binnen heb je dus nergens lastige opstapjes. En in die dubbele bodem zijn de watertanks vorstvrij verwerkt. Daar heb je dus geen omkijken meer naar. Bij Carthago zijn ze specialist in lichtgewicht bouwen en daar profiteert Malibu dus ook van. Schoon aan de haak weegt dit schatje nog geen 2800 kilo. En daardoor hou je 700 kilo laadvermogen over voor allerlei opties en vakantiebagage. En oh ja, die Carthago slimmigheidjes in deze Malibu. Slimme oplossing in de keuken, een handige hangkast voor kleding onder het voeteneind van de bedden. En als je van die bedden een tweepersoonsbed maakt, dan schuift het opstapje mee naar voren. Heb je geen ladder meer nodig. Bij Kabe bekijken we de nieuwe camperserie Crown, een integraal camper op basis van de nieuwe Mercedes Sprinter met voorwielaandrijving. Kabe bouwt bijzondere producten die speciaal worden bedacht om de koude Scandinavische winters te doorstaan. Ze hebben dikkere wanden, vloeren en daken en die zijn geïsoleerd met EcoPrim, een zeer hoogwaardig soort schuim met een hogere isolatiewaarde. Daarnaast zijn de wanden, dak en vloer een stuk dikker dan bij gewone campers. Standaard zijn alle kabels voorzien van al de vloeistofverwarming die net als thuis de warmte door radiateuren aan de lucht afgeeft. Standaard zijn ook alle kabels voorzien van vloerverwarming. Al die luxe maakt de kabelcampers wel wat zwaarder. Je moet dan ook een C-rijbewijs hebben om ze te mogen besturen. Hier staat de Crown 810 LQB, een model dat 8,10 meter lang is en in deze uitvoering slechts 2 assen heeft. Uiteraard voorzien van een dubbele bodem en in dit geval een queensbed. Voorin is de camper standaard van een tweepersoons hefbed voorzien, dat optioneel door kastjes kan worden vervangen. We zien verder een gecombineerde douche en toilet, een riante keuken, leren bekleding in het ruime zitgedeelte en natuurlijk het luxe Mercedes dashboard. Maar bekijk vooral ook even het nieuwe gezicht van deze integraal camper. Stoer Zweeds met een tikkeltje Volvo en eigen LED-koplampen. De Kabe Crown serie zal bij ons worden geïntroduceerd tijdens de Kampering Caravan Jaarbeurs en gaat ongeveer 180.000 euro kosten. Nou, dit is hem dan, de Variomobiel 1200 Platino. Dat is zo'n beetje de duurste van de hele caravan salon in Düsseldorf. En het topmodel van deze camperbouwer. Hij is helemaal op maat gebouwd voor de eigenaren en precies zoals ze hem willen hebben. En in dit geval is dat op een Mercedes Actros, een 12 meter lange luxe hotelkamer op maar liefst 8 wielen. Met een 12,8 liter motor en, waarom niet, 530 pk. Woonkamer tot je beschikking door de slide-out die 50 centimeter naar buiten schuift. En in de grote slaapkamer zijn er zelfs 2 van die slide-outs. En de kledingkast die gaat elektrisch open, dus geen vette vingers op de spiegel. En als je nou eens besluit om zelf te gaan koken, omdat alle restaurantjes op maandag gesloten zijn, dan heb je natuurlijk ook een vaatwasser tot je beschikking. En achterin past gewoon een personenauto, Fiat 500 of, als je nog een paar centen over hebt, Porsche 911. Nou,
Ja, wat een bak, man. Ja, en gewoon staoog, hè? Zag je het? Ja, duh. Bizar, ze zien je al aankomen op de camping. Die gaan we de volgende liveshow verloten. Of misschien niet. Dat denk ik dan weer niet. Blijven dromen. Maar zo komen we wel aan het einde van deze extra lange Camping Trend liveshow. De winnaar van het Mastic broodrooster en waterkoker, die zie je hieronder in beeld. Gefeliciteerd. Proficiat. En als je nou kans wilt maken op de prijs van deze week, dat is die Tedford Portapotty compleet met alle sapjes, dan moet je deze liveshow even delen en abonnee worden op ons YouTube kanaal Camping Trend NL. Dit was het weer, beste mensen. Volgende week zijn we er weer. En dan kun je dus die Alco Caravan Mover winnen. Zorg dat je erbij bent. Dinsdagavond 19:30. Dan zijn wij er weer. Voor nu zeggen we, blijf gezond en tot volgende week. Tot volgende week.